Hallo YouTube, mijn naam is Mark en ik ben de oprichter van Voice. We hebben een prachtige vestiging in Nederland, maar ook een vestiging in Zuid-Afrika. En daar werk ik de komende 3 maanden. Daarnaast werk ik een hoop remote, dus we praten vandaag over de gear die ik daarvoor mee ga nemen. Let's go! Laten we beginnen met wat er niet in de tas zit. Dat is deze telefoon, de OnePlus 5. Fijne camera, Android, razendsnel en dus heel erg ideaal. Schiet daarnaast best aardig foto's en video's, dus die gaat mee. Vervolgens gaat er mee een laptop. Voor mij is dat de Dell XPS 13. Fantastisch ding voor het kantoorwerk. E-reader, Kobo, waterbestendig, altijd handig en hij kan heel slim omgaan met licht en donker en achtergrondlicht daarbij. Fijne e-reader. Vervolgens, daar hebben we natuurlijk regelmatig. Daarvoor gaat mee deze Plantronics headset. Het mooie van deze headset is dat hij ook goed samenwerkt met de app die wij op het werk gebruiken, zowel op de computer als op de mobiel. En dus kun je eigenlijk bellen zonder een telefoon hoeven mee te nemen. Daarnaast heeft hij noise cancellation een klein beetje, dus dat is heel erg prettig voor op kantoor. Dan hebben we nodig wat spulletjes die altijd handig zijn, namelijk een random reader om je bankzaken te kunnen regelen. Een oplader voor de laptop. En een muis. En die neem ik altijd los mee. Dit is de MX Master van Logitech. Een erg prettige muis. Ik denk de beste muis die ik ooit gebruikt heb. Heel erg accuraat. Als je het echt goed wil doen, neem je er nog een losse muisband voor mee. Dan hebben wij ons een Moleskine notitieblokje. Een mooi klein formaat blokje, pen er los aangeklipt met een klein dingetje wat we ooit op eBay hebben gekocht. Zodat de pen niet tussen het boekje zit en het boekje helemaal stuk maakt. Verder schrijven we en schetsen nog wel eens het een en ander. Dan is het handig om flink wat pen erbij te hebben. En ook een aantal potloden. Verder nemen we mee een camera. In dit geval een Canon 5D Mark III. Met een 50 mm erop en er zit een Peak Design strip op waarmee je makkelijk het vast kunt houden. Verder gaat er mee een 40 mm lens voor straatfotografie en 85 mm voor het filmen tijdens events of het fotograferen tijdens events. En daarmee kun je hele mooie plaatjes schieten op kantoor en op straat. Dus dat is een hele mooie combinatie. Dan voor presentaties deze Huey Boom speaker. Bluetooth speaker, hartstikke handig ding, veel geluid. En als je presentaties geeft waar de audio niet goed geregeld is, kun je deze altijd meenemen. En een powerbank. Een grote van GP. 15.000 mAh. Ongeveer goed om 3-4 keer goed op te laden voor alle handen apparatuur. En met een 2,1 ampère en een 1 ampère aansluiting. En de laatste van de grotere zaken die meegaan. De Bose QuietComfort 25. Deze heeft aanzienlijk betere noise cancellation dan die andere headset die ik net liet zien. Die is ook echt puur bedoeld voor audio. Als je een dagje heel geconcentreerd deep work moet doen, is dit de headset daarvoor. Dan hebben we nog een hoop kleine zaken die meegaan. En dat zijn erg handige dingetjes. Dit is een tasje met heel veel van die kleine zaken. Van alles wat. Dit is een oplader voor de Canon camera accu's. Maar die kun je opladen via USB, zit een indicator op hoe vol die is. En dit is veel kleiner dan een reguliere oplader. Ideaal apparaatje, kost ook bijna niks, dus haal die. Dan dit dingetje, de Kiwi Bird. De Kiwi Bird is een adapter, USB-C, die ik onderin mijn telefoon kan doen. En daarmee kan ik de camerabeelden uitlezen. Of ik kan er een USB-apparaat op aansluiten. Dit is ideaal als je even snel wat fotobewerking wil doen en dan gaat het een stuk sneller dan dat via wifi overzetten. Dan 2 reserveaccu's waar we het over hadden. Een sleutel waarmee ik de mounts van de camera die hier aan de onderkant zitten kan losdraaien en vastzetten. Een micro-USB-uitlezer en een hele rare, maar soms fotografeer je bij events waar veel audio zit. En is het fijn om even oordoppen in te doen. En dit zijn dus de oordoppen. Kun je eventueel ook in het vliegtuig zelf gebruiken als je geen noise cancelling headphones opzet. Dan deze nog. Een doekie om je lenzen schoon te poetsen. Maar met een lekkere kleine verpakking. Altijd handig. En dan hebben we nog een aantal echt losse zaken. Natuurlijk opladen voor telefoon en dergelijke met een USB-C kabel, een mini USB kabel en een micro USB kabel.
een RJ45 kabel, maar wel een platte. En daarbij een docking station, USB-C docking station, waar je die op in kunt pluggen. Maar ook VGA op in kunt pluggen, HDMI en dat soort zaken meer. Hele handige adapter. Extra SD-kaartjes voor de camera, netjes in een mapje gedaan, zodat je daar overzicht op hebt. Een HDMI-kabel, om een of andere reden heb je altijd wel ergens een kabel die stuk gaat. En heb je er zelf een bij je. En een klikker van Logitech, om door presentaties heen te klikken. Ook nog een hele leuke is deze. Dit is een TP-Link USB Wifi adapter. Dan zou je zeggen, waarom heb je die nodig? Maar er zit een losse antenne aan. En op sommige plekken heb je heel slecht bereik en die losse antenne helpt dan. Dus gaan we het nu nog even hebben over die tas zelf. De Peak Design Everyday Backpack, 20 liter. Hij is wel wat zwaarder geworden. Ik zag de camera al eventjes trillen. Je houdt zelfs wat ruimte over voor je sleutels. Vergeet die vooral niet. En de laatste onwijs handige voor onderweg, de Secret Wallet. Oftewel je portemonnee met daarin vooral je passen. Dan zit er één bijzonder dingetje aan die tas. Dat is deze clip. Aan die clip kun je een camera hangen, zodat je hem nog makkelijker snel kunt pakken en dat ene mooie kiekje kunt schieten. Veel plezier met je reis of met je remote werkactiviteiten.